Vrienden en fans, welkom terug bij een nieuwe video en welkom bij een nieuwe simulator. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Valentino en welkom op mijn Let's Play kanaal. We gaan vandaag kijken naar Truck and Logistics Simulator. Een transportgame waarin we allemaal dingen gaan vervoeren. Ik ga heel even voorlezen wat er precies op de Steam-pagina staat. Laad, rijd en lever door een enorme open wereld met maximaal 24 spelers in platform-onafhankelijke multiplayer. Sluit je aan bij je vrienden in spannende konvooien voor zwaar transport. Spring achter het stuur van meer dan 30 unieke voertuigen en voer complexe laadtaken uit om een verscheidenheid aan vracht af te leveren. Nou, ik geloof dat iemand al een keer dit had aangegeven in een van mijn video's en de reacties van kijk hierin. Een keer naar. En toen dacht ik nog van joh, misschien word ik daar wel misselijk van. Misschien is dat ook zo. Maar ik wil het toch proberen, want ik heb het namelijk even bekeken en het ziet er wel echt ontzettend mooi uit. Nou, ik heb natuurlijk het geluk dat ik een goede computer heb, dus ik kan dit spel gewoon op ultra spelen. En dat gaan we ook zeker doen. We gaan knallen. Nou, we gaan lekker naar de intro en dan gaan we gewoon lekker beginnen. Veel kijkplezier. Yes! Welkom bij een nieuwe video. Wat leuk dat je weer kijkt. We gaan lekker beginnen. Ik ga jullie eventjes wat laten zien. We gaan even in de opties en laat ik even zien wat mijn settings zijn. Misschien dat mensen dat boeit. Ik heb dus alles gewoon op ultra staan. 1440, high, unlimited FPS, fullscreen. Ik heb geen vertical sync, want ik heb G-Sync. General opties hebben we ook nog. Ik speel hem met de controller. Dat kan, dus ik ga dat ook doen. Als ik hier niet misselijk van word, ga ik een stuur kopen. Denk ik. Met pedalen, met shifter, alles op en eraan. Want ik wil gewoon weten hoe dat is. Ik heb dat namelijk nog nooit gehad. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Dus finger crossed dat ik niet misselijk ga worden. Nou, dit zijn de rest van mijn settings. Ik heb eigenlijk alles gewoon default gelaten. Nou, en dan hebben we ook nog other options, benchmark test. Laten we gewoon gaan beginnen. We zien het wel. Nou, we kunnen dus singleplayer doen, multiplayer en de opties. We gaan singleplayer doen. Oh, nou ik neem aan, dit is de eerste keer trouwens dat ik dit speel, jongens. Ik heb het nog niet eerder gespeeld, dus het is helemaal nieuw voor mij. Ik vind het altijd leuk om gewoon met jullie, hè, dat ik gewoon voor de eerste keer speel. Nou, we hebben zo te zien, hebben we auto's. We kunnen ook scrollen. Het zijn wel mooie auto's. Oh ja, dit is gebaseerd op de... Ik ben niet goed in auto's, jongens, maar ik weet dat deze in het echt bestaat. Dan hebben we ook nog deze. En daar houdt het eventjes mee op. Ik neem aan dat ze steeds komen met nieuwe voertuigen, dus dat is wel heel erg leuk. En hier onderin zien we dan allemaal opdrachten die we kunnen doen met het gekozen voertuig. Dus we kunnen met een heftruck. Oh, dat is gaaf, dus we moeten ook dingen inladen en dan met de auto weg, neem ik aan. Camper zie ik. Ik zie een andere aanhanger nog. Ik zie een... hoe heet zo'n ding? Ik kan er even niet opkomen. Laat het even weten in de comments. Hoe heet zo'n ding? Nou, ik zie trouwens dat we 12.000... euro hebben. Alles is bij mij euro. Ze hebben wel een heel leuk muziekje gekozen. Het is letterlijk gewoon dezelfde loop de hele tijd. Ik hoop dat ze dat wel gaan aanpassen, want dit begint wel irritant te worden. Nou, in ieder geval, we hebben 12.000 euro. Deze auto kost 43.000 euro. Dus dit gaat hem niet worden. En als ik scroll tussen de andere auto's, wordt het alleen maar duurder. Dus ik denk dat we deze categorie wel eventjes links kunnen laten liggen. Nou, dat geeft helemaal niks, want we hebben namelijk nog meer. We hebben ook pick-ups. 21.000, 29.000, ja, kunnen we ook niet kopen. Maar dan komen we bij de minivans en die kunnen we wel kopen. Die kost namelijk 8900 euro. We zien ook nog andere stats. Nogmaals, ik heb geen verstand van auto's, maar voor de mensen die het boeiend vinden, hier staat alles wat je wil weten. Nou, in deze lijst hebben we natuurlijk ook meer. We hebben er twee, we hebben deze en we hebben deze. Nou, dit is de enige die we op dit moment kunnen kopen, maar ik wil natuurlijk even de rest bekijken. Panel fan. Dat is ook wel gaaf om te doen. Het is wel leuk. Normaal zie je dit soort auto's nooit in games. Ik vind het wel leuk. Dropside fan. Dus dat hebben we ook nog in de aanbieding. Ook verschillende, drie soorten. Rigid truck. Oh. Hé, hey, kiepwagen. Een manvrachtwagen. Oh, we hebben geen Scania, of wel? Oh ja, wel. Het zijn deze natuurlijk. Jongens, ik kijk weer te snel. Ik ga weer veel te snel. Ik ben gewoon enthousiast. Ik heb hier zin in. We hebben ook nog trucks. En dat ziet er ook wel vet uit. Ze zijn ook heel duur. 42.000, 43, 49. Zijn wel hele mooie vrachtwagens hoor, dit. En veel opties ook. Oh, deze is mooi. En kijk wat voor opdrachten we hebben hierbij. Dit zijn hele mooie opdrachten, denk ik. Maar goed, dit is nog wel een beetje ver van ons bedshow. 114.000. Maar wel veel opties. En dan hebben we als laatste ook nog other vehicle. Wat is dit?
Dit is een monster truck, oké. Okay. En wat kunnen we hiermee? Oh, daar kunnen we ook verschillende opdrachten mee doen. Ja, ik vind het... Ja, het is leuk dat het inzet, maar ik vind het niet heel boeiend, want ik wil gewoon dat het realistisch is. Nou, we gaan beginnen met de minivan. En dat is deze hier. Dat is de... Even kijken. Ja, daar staat niet een merk bij. Dat is wel jammer. Nou, we gaan hem kopen. Hij kost nogmaals 8900. We hebben 12.000 euro. We gaan hem kopen. Yes, dat wil ik. Purchase. En dan zien we nog een optie. En dat is Customize Vehicle. Dus we kunnen ook nog allemaal dingetjes doen aan onze auto. De lampen. We kunnen xenonlampen doen. Dus dan wordt het meer blauw. Ik vind het wel heel leuk. Ze hoefden dit niet te doen. Maar goed, de optie zit er dus wel in. Zullen we hem gewoon standaard houden? Nou, we hebben dus de lampen gedaan. Of ja, we hebben gekeken wat we kunnen met de lampen. Dan hebben we even kijken. Dit is de... Waar staat iets? Er staat niks. Nou, dit zijn in ieder geval de ramen, zo te zien. We kunnen ook de ramen blinderen. Alles kan. Leuk. Wat hebben we dan nog meer? We kunnen het dashboard veranderen. Of nee, wacht eventjes. Wat kunnen we nou precies veranderen? Wat zie ik nou? Het is van de radio. Dat kunnen we veranderen. Nee, we kunnen echt het hele dashboard veranderen. Kijk maar, want de teller die verandert ook. Oké, leuk dat het erin zit. Ik vind het niks. Ik laat het gewoon lekker standaard. En wat we dan als laatste kunnen doen... ik heb geen idee. Oh, dat zijn die dingen bovenop het dak, geloof ik. Of zat dat er al standaard op? Nou goed, laten we gewoon lekker gaan beginnen. Ik wil rijden. Nou, we hebben dus die auto gekocht. Wat voor opdracht gaan we doen? Ik ben toch wel heel erg benieuwd naar dit hier. Naar die, hoe heet dat? Die forkheftruck. Samen met de aanhanger en dan de auto. Zullen we dat doen? Kan dat? Nou, ik kan er zo te zien niet op klikken. Dan gebeurt er niks. We moeten denk ik klikken op drive. Dus dat gaan we doen. Dames en heren, we zitten in de game. Daar zijn we. We hebben een mapje onderin. Links onderin. Start eentje kunnen we ook doen. Aan de andere kant zien we hoe hard we rijden. Is wel heel klein, of niet? Of ligt het aan mij? Nou, we gaan eventjes kijken wat we allemaal kunnen doen. Even kijken. Knipperlicht, hebben we dat? Hey, ik hoor wat. Ja, ik zie hem wel. Ja, we hebben knipperlichten. Dat is mooi. De andere kant. Ja. Eventjes de achterkant bekijken. Trouwens, het eerste wat me opvalt is dat hij heel soepel loopt, de Cyberlaat. Maar hij loopt heel mooi. Hij ziet er ook verdomd goed uit. Ik vind hem nu al heel mooi uitzien. Nou, dan zitten we nu in de auto. Jongens, wat ziet het er mooi uit. Nogmaals. Oh, ik ga het heel vaak zeggen, denk ik. We zien ook in de verte een kraan. Functioneel. Hij draait. Hij doet wat. Leuk. Wat ik trouwens nog niet heb gedaan is de koplampen. Kijk, die doen het ook hartstikke mooi. Even de achterkant bekijken. Ja, top. Nou, we zitten er nogmaals in. We gaan onze lampen aandoen. En daarmee gaat ook ons dashboard aan en alle andere lampjes. Vet. We gaan de motor starten. En dan gaan we gewoon rijden. Ik heb geen idee waar we heen moeten. Daar gaan we. Oké, wauw. Zag je dat dashboard? Vet hoor dit. Als ik op Griekse ei klik, dan gebeurt er dit. Dus ik neem aan dat het regent in deze sim, of niet? Of heb ik dat verkeerd? Ik hoop het wel. Het wordt trouwens ook donker, of niet? De zon gaat naar beneden. We hebben geen tijd. We kunnen niet zien hoe laat het is. We hebben ook een toeter. Mensen. Hier gaan we. We gaan een stukje rijden. Heel even kijken of er verkeer aankomt. Zo te zien wel. Ik moet trouwens ook mijn knipperlicht aandoen. En dat zien we ook op ons dashboard. Wat mooi. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Weet je, dat het gewoon realistisch is. Ik moet wel oppassen dat er geen verkeer aankomt. Yes, daar gaan we. Oh, dat ging bijna mis. Dat ging bijna mis. Kijk dan, wat een shot. Dit is toch geweldig. Nou, we gaan rijden. We gaan namelijk eventjes naar zo'n... groen puntje op de map. Ja, ik denk dat dit wel erg vet is hoor. Als je een stuur koopt, alles erop en eraan. Want hij is heel gevoelig. Ik heb natuurlijk nog niks ingesteld. Maar we kunnen zo te zien wel hier naar binnen. En hier zo is ook een... Kijk, dat bedoel ik. Daar wil ik heen. We gaan even kijken wat we hier kunnen doen. Nou, als ik dan hier op ben komen te staan, dan krijgen we ineens heel veel in beeld te staan. Wat is dit allemaal? Nou, we hebben in ieder geval de map. We zijn nu... Hier ergens volgens mij? Ja, volgens mij zijn we dit. Oh, we kunnen ook inzoomen. Krijg nou wat. Kijk, hier zijn wij op dit moment. Dat kleine pijltje. Maar ik wil eventjes wat gaan kiezen wat we kunnen gaan doen. Ik wil dit doen. Juist. Daar gaan we. Beste mensen, onze eerste officiële opdracht. En kijk eens hoe dit eruit ziet. Ja, dit is toch gewoon... Dit is gewoon gaaf. We gaan onze lampen aandoen. Kijk dan. Hoe is het zo realistisch? Zelfs op de heftruck heb je knipperlichten.
Nou, ik neem aan dat we die doos moeten gaan vervoeren. Dus laten we het gewoon doen. Ik ga niet knippen nu, want ik wil eventjes dat jullie het ook gewoon goed kunnen zien. We gaan de motor starten. En daar gaan we. Eens even kijken hoe dit werkt. Ja. Hoe moet dit? Oké. Ja. Alleen, moet dit nou in onze truck of moet het in de aanhanger? Dat is eventjes de vraag. Ik denk allebei, of niet? Ik denk het wel. Oké, ik ben heel even aan het prutsen, jongens. Het is even heel erg wennen, dit. Moet dit zo? Volgens mij wel. Cargo is in place. Move back to loader vehicle. Nee, je moet eerst naar beneden, toch? Daar gaan we. Oké, mijn beeld ging eventjes weg. Het spijt me zeer. Maar in ieder geval, de deur is dicht. Ja, dit is echt heel leuk om te doen. Nou, dan gaan we meteen door met de andere. Even kijken of we daar in één keer mooi in kunnen haken. Of hoe heet dat? Gaat-ie? We gaan hem eventjes takelen. Even omhoog met dat ding. En dan gaan we hem in de aanhanger leggen. Zo, kunnen we dat netjes doen? In ieder geval, degene die heeft gezegd of die dat heeft aangeraden, dankjewel. Want het is heel erg leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin nu al. Ga naar achter. Hey, wacht even. Gaat het automatisch? Oh, kijk dan. Hij wordt ook gelijk vastgezet automatisch. Nou, dan gaan we door met de laatste. Zullen we dat eventjes in de cockpit doen? Dat is wel heel moeilijk om te zien. Ik weet niet of ik er nou goed op zit. Volgens mij wel. Ik vind het toch fijner met deze om het op deze manier te doen. Ja. En achteruit. Dat is hem, of niet? Ja. Oh, we gaan ook automatisch weer in onze minivan. Nou, we gaan de motor starten. Onze lampen gaan aan. Kijk dan. En daar gaan we. We gaan hem koppelen aan de aanhanger. Eventjes een goed voorrijden. Dan gaan we achteruit. Gaat het goed? Ik kan het niet zien. Even kijken. Attached trailer. Hey, hij zit vast. En dan zien we nu ook een waypoint op de kaart. Het is wel een heel klein kaartje. Misschien kun je dat aanpassen, maar ik denk dat dat wel goed komt. En we gaan op weg. Ja, laat me eventjes weten wat jullie van de graphics vinden. Want ik vind het echt onwijs mooi. Het is niet echt, maar het komt wel in de buurt. Ik zit heel even te wachten op het verkeer. En dan kunnen wij... Oh, daar was ik al bang voor. Ik denk, ik heb niet gekeken. De richting aanwijzen gaat trouwens vanzelf uit. Nou, we zitten weer eventjes in... van binnen. Dat is ook wel mooi om te zien, dit. Drempeltjes. Vering voelt ook heel realistisch. Of dat tenminste, dat ziet er heel realistisch uit. Eventjes sturen. En dan gaan wij meteen hier zo af. En dan gaan we zo te zien de snelweg op. Dus we gaan eventjes gas geven. En dan gaan we. Oké, dat was heel link wat ik nou net deed. Daar moet ik voortaan even mee oppassen. Ik ben nog niet misselijk. Voor de nieuwe mensen die dat kijken zijn, ik heb last van vertigo. Dus ik heb eigenlijk 24/7 duizeligheid. En als ik game met dit soort dingen vooral, dan kan het zijn dat ik ineens heel misselijk word. Maar tot nu toe gaat het wel. En dat is een heel goed teken. Maar misschien komt het ook omdat ik niet heel hard rijd. Ik denk dat dat ook wel meetelt. Maar ja, goed. Dit is volgens mij de game. Gewoon dingen inladen en het dan wegbrengen. En daar verdien je dan, neem ik aan, geld mee. En dan kun je natuurlijk weer nieuwe voertuigen kopen. We gaan eventjes een rotonde pakken, althans. Kijk, mooi. Gaan we weer. Laat ze alsjeblieft de tijd erbij zetten. Dat zou echt geweldig zijn. Dat gaan ze echt wel doen, hoor, denk ik. Want ik dacht dat deze game nieuw was, maar dat is hij helemaal niet. Maar hij is wel in full release gegaan sinds de 30ste, 30 november. Nou, in ieder geval, we kunnen wel wat geld gebruiken, want we zaten geloof ik op, wat was het? 3000 euro over of zo. Ik vind de map trouwens ook heel mooi eruit zien, hoor. De bomen en zo, het ziet er allemaal heel netjes uit. Het wordt ook weer licht trouwens. Dus de tijd gaat vrij hard. Ik weet trouwens niet of er bekeuringen in zitten. Ik denk het wel, want we hadden namelijk in de opties ook
ja, een optie om dat aan of uit te zetten. We zien daar trouwens in de verte een soort betonmixerpomp of een betonmixer. Leuk. Sorry jongens, ik ben heel erg van de details. Ja, we zien trouwens op onze navigatie in de auto zien we ook hoe ver het nog is, geloof ik. Maar het is zo verschrikkelijk klein. Volgens mij staat er 3,5 of zo. Zie ik dat verkeerd? Nee, ja wel, volgens mij wel. En ik rijd veel te hard. We gaan bijna verkeerd. We moeten hier naartoe. En terwijl de zon doorbreekt, gaan we de tunnel in. Ja, we hebben ook geen muziek in de sim. Tenminste, niet nu. En op zich is dat helemaal niet erg. Want ja, je kunt gewoon je eigen muziek toevoegen als je dat wilt. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon realistisch dat het er niet is. Het is in ieder geval wel een... het is een stukje rij in ieder geval. Het is niet dichtbij. We krijgen hier een paar hele scherpe bochten. Nou, scherp. Dit zijn echt haarspeldbochten. Maar het gaat goed. Kijk dan mensen, wat een uitzicht we ook hebben. Het is toch prachtig. Nou, ik zie trouwens ook nog dat we benzine hebben. Of nou ja, we hebben bijna geen benzine. Maar we hebben hier wel een tankstation. Kunnen we dat gebruiken? Even de knipperlicht aanzetten. Ik neem aan dat we dit wel kunnen gebruiken. Ja, we zien wel vakjes. Dus even kijken hoe dit werkt. Even kijken. Stop engine. Refuel met B. Kijk, daar gaat hij. Moet ik hem ingedrukt houden? Ja, ik moet hem ingedrukt houden. Dus we gaan weer vullen. Dat zien we ook in de bar. Nou, we zijn gevuld en we gaan weer verder. We kunnen ook nog repareren, zo te zien. Maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan lekker verder rijden. En we zien hier ook een busje staan. Die geloof ik bijhoudt hoe hard je rijdt. Dus we moeten ook nog een beetje op letten. Dus er zitten wel degelijk bekeuringen in. Ja, we komen nu in een beetje Kaitan. We hebben ook nog helemaal de stad, joh, ernaast. Kijk eens. Daar is gewoon de stad. Wat de hel, joh. Zit dat er ook nog in? Joh, dit spel verbaast mij. We gaan hier zo naar rechts meteen. En dan gaan we denk ik wel... We gaan richting de stad. Kijk. Daar komen we bijna. We zijn bijna op onze bestemming volgens mij. Laten we eens even kijken. Ja, we zijn er bijna. 0, nog wat. Ik kan het niet goed zien. We gaan hier zo linksaf. Ja, dit moet je echt met een stuur doen. Dit is zo relaxed, denk ik. Nou, we zijn nu denk ik in een van de hoofdstraten van de stad. Althans, het is wel een hele lange weg. En dan is het hier ergens aan de linkerkant. Hier moeten we ergens zijn. Oh, dit is op de bouwplaats. Daar moet wat afgeleverd worden, denk ik. Ja, kijk, hier wordt ook gebouwd. Ik weet niet wat hier gebeurt. In ieder geval, er is aan de kraan, dus er wordt gebouwd. Oké, we krijgen een melding. Park vehicle to the parking space. Ik denk dat we hier af moeten. Even in de spiegel kijken of er niks aankomt. Voordat we een ongeluk krijgen. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Ja, we gaan hier zo in. En dan zijn we op onze bestemming gekomen. En er staat al een kiepwagen. Vet, leuk gedaan. Toch, hè? Dat het er staat en het doet iets. Nou ja, doet het iets? Nee, er zit niemand in. Ik denk dat diegene gewoon heel snel naar de wc moest of zo. Nou, wij gaan onze auto hier neerzetten, want hier moet het staan. Of de aanhanger moet hier staan, dat kan ook. Ja, ik denk dat de aanhanger hier moet staan. Dus we gaan heel eventjes achteruit. We zien trouwens ook dat als je over het zand heen rijdt, kijk dan. Ja, dit is echt heel leuk. Ze hebben eraan gedacht hoor, het ziet er ook mooi uit ook, die rook. Oké, ik ga proberen om die aanhanger daar op te krijgen. Het voelt wel heel realistisch aan. Ik ga even niet knippen. Ja. Yeah. Ietsjes bijsturen. Kijk, dat is hem. Transport completed. Wat hebben we gedaan? Base income. 5,8 kilometer was het. 4776 euro hebben we verdiend. 344 XP. Loading bonus 300. Parking bonus 100. Dus je moet ook nog opletten dat je hem goed neerzet. Cargo damage 0. Godzijdank voor dat. En onze benzine. 63 euro hebben we betaald voor onze benzine. Dus we kunnen alles zien wat we hebben gedaan. En hoeveel we over hebben en wat we hebben verdiend. Superleuk. En dan komen we trouwens op een totaal van 5113
eurotjes. Zo, lieve mensen, dit was hem voor vandaag. Onze eerste aflevering, onze eerste kijk naar Truck & Logistics Simulator. Nou, wat is mijn eerste indruk? Mijn eerste indruk is hartstikke goed. Ik heb het even hierbij gelaten, gewoon puur van mijn hoofd. Ik ben namelijk niet misselijk. En dat betekent dat ik misschien wel een stuur ga kopen hiervoor. Want dit is wel heel erg leuk. Het voelt heel realistisch aan. Het ziet er super mooi uit. Het speelt heel leuk. De simulator loopt heel soepel. Dat is ook heel belangrijk voor mij vooral. Laat vooral eventjes nogmaals weten hieronder in de reacties wat jij van deze simulator vindt. Want daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Als je dit leuk vindt om te kijken en je wilt meer zien of je wilt mij gewoon volgen, like dan eventjes de video en abonneer gelijk even. En dan ga ik je natuurlijk hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jou natuurlijk weer te zien in de volgende. Tot dan, doei!